Ja, Danielle, je doelpunt tegen België met de hak was bijzonder. Maar die van vandaag is ook bijzonder. Ja, ja, het is fijn als je de winnende maakt. Maar ja, ik was er wel blij mee, want ze hadden behoorlijk wat kansen nog. Ja, ik bedoel eigenlijk dat je met het hoofd scoort. Ja, dat is ook heel bijzonder. Nee, ja, gewoon fijn dat hij erin valt. Dus, Ja, hebben jullie vandaag laten zien dat jullie kunnen meten met de wereldtop? Ja, dat denk ik wel. Ik vond wel dat zij nog heel wat kansen creëerden en dat we dat er echt uit moeten kunnen halen. Ja, ik denk dat andere landen, of wanneer zij echt op hun best zijn met het A-team weer, dan denk ik niet dat we zo gelukkig mee weg kunnen komen. Ja, je gaf aan vooraf dat jullie dynamischer willen zijn. Een van die dingen is dus dat Jill Roort op de rechtsbuitenpositie in een vrije rol speelt. Hoe is dat voor jou? Want ik zag je een aantal keer van positie wisselen met haar. Ja, ik denk dat het wel belangrijk is. Ik doe dat eigenlijk vooral veel met Lieke, zodat zij ook wat naar binnen kan komen. Dat de tegenstander eigenlijk niet goed weet wat ze moeten doen. Jill is eigenlijk gewoon een 10 en ze doet het ook heel goed als ze daar staat. Dus ik vind het niet erg om even plaats te maken dat ik aan de zijkant ga staan en dan kan zij daar haar ding doen. Ja, de laatste 25 minuten was volgens mij, zat je op de bank met samengeknepen billen? Ja, best wel. Ja, ze hadden gewoon behoorlijk wat kansen. Ik denk dat wij in de eerste helft de kans hadden moeten afmaken. En zij misschien in de tweede helft. Ja, het is weliswaar een oefenduel, maar ik denk dat jij vanavond wel lekker gaat slapen. Ja, nee, we wilden gewoon heel graag winnen een keer, want ik kan me niet heugen wanneer wij van hun hebben gewonnen. Dus, dit is 21 jaar geleden. Nou, kijk, dat bedoel ik. Het is wel lekker. Gefeliciteerd. Dankjewel.